Hallo allemaal, ik ben Rebecca en welkom op het kanaal Creatief met Rebecca. We gaan vandaag weer creatief aan de slag, want vandaag ga ik jullie meenemen in een van mijn spreads in de Bullet Journal van de Action. Momenteel hebben ze bij de Action deze kleine Bullet Journals te koop en persoonlijk vind ik hem handig om bijvoorbeeld een maand of een weeklog in te maken. Dus ik gebruik deze bullet journal om bijvoorbeeld mijn versjes in op te schrijven. Of mijn gedichtjes of een klein verhaaltje wat ik bijvoorbeeld die dag heb meegemaakt. Het is voor mij een soort creatief dagboek. Net als mijn traveler's notebook gebruik ik deze daar ook voor. Dus het leek me leuk om jullie mee te nemen hoe ik mijn boekje gebruik. En ik kan jullie bijvoorbeeld al wel een pagina laten zien hoe ik hem maak. Want de bullet journals eigenlijk, er zit wel een klein boekje in. Hoe je hem kunt inrichten. En daarnaast zijn het eigenlijk allemaal blanco pagina's. En dit is bijvoorbeeld één pagina die ik hierin gemaakt heb. Ik gebruik één kant voor mijn tekeningen. Omdat ik mijn tekeningen, ik hou van tekenen, dus dat komt wel steeds weer terug. En daarbij zet ik bijvoorbeeld een klein versje of gedichtje wat in mij opkomt. En dat verwerk ik in deze bullet journal. Dus ik ga mijn camera draaien en ik zou zeggen pak een lekker kopje thee erbij. En dan neem ik jullie mee in mijn bullet journal. En voor ik ga beginnen met invullen van de bullet journal ga ik natuurlijk beginnen met de schets van de tekening die ik erin ga doen. En hiervoor maak ik eerst een soort afmeting. Dat doe ik met mijn liniaal. En daarna begin ik mijn schets. En dit is een klein voorbeeldje wat ik heb gemaakt. Maar goed, op mijn Facebookpagina of op mijn Instagram account vind je natuurlijk veel meer ideetjes wat ik heb gemaakt in de bullet journals. Ze zijn momenteel nog steeds verkrijgbaar. De prijs is €1,50. En het tekenblok wat ik hier gebruik komt ook bij de Action weg. Nou, zoals jullie zien ben ik alvast aan het tekenen. Ik ga een meisje tekenen die op een stoel zit. En die heeft een lekker kopje thee vast. Nou, als ik de schets een beetje klaar bij heb, ik weet al een beetje wat voor gedichtje ik maak, dus ik doe nog wat dingen erbij tekenen. Dan ga ik mijn schets overtrekken met een fineliner. Deze zijn van Micron en deze zijn verkrijgbaar bij de Bruna. De prijs weet ik even niet, omdat ik deze al een tijdje heb, dus ze gaan redelijk lang mee moet ik zeggen. En als ik alles heb overgetrokken, dan gum ik daarna alle lijnen uit. En zoals jullie, het meisje krijgt al wat vorm. Het raam teken ik erbij met de regendruppels. En als laatste teken ik nog een plant erbij. Dat vind ik wel zo gezellig. We gummen alle lijnen uit. Dan pak ik mijn twinmarkers erbij. Deze zijn van het merk Copic. Copicmark zijn hele goede kwaliteit stiften. Ze zijn wel heel prijzig. Maar je kunt natuurlijk elke stift of de twinmarkers van de Action kun je ook gewoon gebruiken. Die zijn net zo goed. En heb jij al zo'n leuke bullet journal van de Action gescoord? En wat doe je ermee? Laat het me vooral weten in de comments. En wil je nog meedoen met de sneeuwmeelswap? Ik zeg het nog maar een keertje. Dit is de allerlaatste week dat je kunt opgeven. En zoals jullie, ik heb alles ingekleurd. Pak ik mijn schaartje erbij. En knip ik alles uit.
Ik pak de bullet journal en ik pak het blokje erbij. Dit blokje wat ik hier gebruik is ook van de Action. En deze gebruik ik voor de achtergrondjes. En ze zijn heel handig in gebruik. Dan lijm ik hem vast. Ik gebruik een lijmroller. Ook deze is verkrijgbaar bij de Action. Plak het meisje erin, het raam, want het regent buiten, en natuurlijk de plant. Dan pak ik mijn briefje erbij waar ik mijn gedichtjes op zet. De regen tikt zachtjes tegen het raam. Heerlijk op de bank hangend, staar ik naar buiten. En dit gedichtje heb ik ook zelf verzonnen. Deze plakken we ook erin. En dan is deze spread alweer bijna klaar. Nog even de data erbij. En dan is dit het eindresultaat. En hiermee zijn we dan weer aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat jullie een beetje een ideetje hebben hoe je de bullet journal van de Action ook kunt gebruiken. En ik ben ook erg benieuwd waarvoor jij deze kleine bullet journal gebruikt. Laat het me weten onder de comments hieronder of laat een berichtje achter op mijn Facebookpagina. Dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken naar deze video. En tot snel bij een nieuwe creatieve video.